Hey Marjolein, Hi, Romy. hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. En het is een hele zware tijd voor heel veel bedrijven, ook voor ons. Maar ik heb zo'n geweldig team achter me staan. Zijn we zo, Ja. ja, nu ga je, je moet je uit een andere koker dingen gaan doen. Ja, dat doen ze fantastisch. Dus dan kan, dan, als dat aanstaat, als mijn team aanstaat, dan ben ik heel blij. Jullie hebben 21 vestigingen moeten sluiten. Ja. Dat is echt hartverscheurend. Ja, dus dat is echt heftig. En zelfs nog die bij wijze van spreken nog open. Die zouden de vorige week open zijn gaan. Echt helemaal nieuwe vestigingen. En die was wel. Het ging zo snel. Weet je, ik moet sowieso zeggen dat deze crisis is. Vandaag maak je strategie. En morgen is je alweer anders. Wij zaten in een call. En tijdens die call kwam er nieuws van de RIVM. En dan ga je in één keer van een strategie naar links. Moet je in één keer over naar rechts. Jullie hebben heel erg veel leden. Ja. Hoe reageren zij erop dat zij nu niet meer bij jullie kunnen sporten? Ja, heel erg. Het leek wel. Ik weet niet of iedereen dat een beetje nu ziet. Het lijkt wel of sporten, fitness de eerste levensbehoefte is geworden. In Ja, ik zie dat Weet je, ook. ik hoor ook van mensen die gewoon 20 jaar nog nooit eens aan sport hebben gedaan, die gaan gewoon sporten. Iedereen gaat nu bewegen. Nu pas voelen mensen van Jezus. Maar als ik echt de hele dag thuis moet zitten en ik doe niks. Hè, heel veel mensen hebben natuurlijk ook werk waar ze nog de hele dag rennen of lopen of toch wel iets doen. En nu zit je binnen. Ja, ik denk dat het wel heel erg op mensen afkomt. Denk van wow, dan is bewegen zo fijn. Ja, dat de sportschool dicht is wel. Ja, dat is wel een heel groot ding voor mensen. Mensen Ja. werken hard. Wij zitten ook hartje centrum van veel steden. En dus sport is daar een heel, daar is al, dat, daar is daar een heel belangrijk onderdeel van hun leven van. En dan Maar bedenk maar. krijgen jullie mailtjes of telefoontjes binnen van de leden van wanneer kunnen we weer bij jullie terecht? Of wat merken jullie ervan? Ja, dan moet ik dat wat zeggen. Ik denk, we kunnen weer bij jullie terecht. En dat wel heel veel mensen het RIVM zien. Hè, dus Ja. nu heb je de datum 6 april. En 1 juni, nou ja, het is nog een beetje, die 1 juni is voor de evenementen. 6 april verwacht ik niet dat wij open mogen. Nee, Daar, daar, laat ik zo, daar, 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 daar schrijven wij nu niet de scenario's op. Het zou natuurlijk fijn zijn, maar dat verwacht ik niet. Alhoewel er net wel bericht kwam dat het een beetje aan het afnemen is. Maar ja. ik denk dat dat nog te vroeg is. Maar wij krijgen ook wel heel veel mailtjes. Ja, wat gaan jullie doen? Ik moet wel zeggen, we hebben hele mooie initiatieven. High Studios heeft podcasten, die kun je in je oortjes doen en kun je mee trainen. On tour hebben we Clusportief, zaten natuurlijk op de daken van Ja, de. ja, Dat was gewoon heel erg leuk. We maken veel home video's. Tremor heeft allemaal live om 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds hebben ze live. Kun je meedoen, zeg maar via Instagram. Nu gaan we dat nog veel meer aanzetten. Nu zijn we langzaam op dreef en er komt alleen maar meer content. Dus wij proberen onze klant zoveel mogelijk te voorzien thuis. Maar ja. dat Ja, is. ik zie online dat jullie super, super actief zijn. Ja, heel erg. Jullie Ja. hadden het plan om uit te groeien naar 40 vestigingen. En jullie hebben onlangs een miljoeneninvestering opgehaald om dat helemaal uit te rollen. Hoe Ja. zie je dat nu voor je? Nee, kijk, dat staat gewoon nu even op hold. Maar dat betekent niet dat wij stilstaan. Dus wij gaan nu nog. Er is nu even een pas op de plaats. Maar wij staan niet stil. Dus wij waren al nog. We waren ook naar overnames aan het kijken. We hebben ook al weer nieuwe panden getekend. Waar nog niet aan het verbouwen is. Dus we wachten het heel even af. Maar dat staat in principe. Pakken we de draad meteen weer op. Zodra deze crisis voorbij is. Het is niet dat wij nu niet meer zeggen. Oh, onze strategie van groeien is voorbij. Of Nee. dit de crisis zijn van dadelijk tot september, oktober, ja, dan hebben we wel wat Ja. anders te zeggen. Als ik nu zeg maar zou zeggen, we gaan 1 juni weer gefaseerd of half mei gefaseerd open, dan zijn we weer up running juli, augustus, dan pakken Ja. wij ook weer die groei op. Het ligt gewoon Ja. hoeveel de schade gaat worden. Het is gewoon, dat weet natuurlijk nog niemand. Dus in Nee. is nu nog steeds strategie, we gaan gewoon door met de groei. Wat goed. Ja, Positief. heel positief. Een aantal jaren geleden hebben jullie het ook best wel heel erg zwaar gehad. Ja. Welke lessen uit die periode kan je nu gebruiken?
Ja, kijk, in die periode toen wij zeg maar daarin zaten, kwamen al die low-budget formules kwamen toen op de markt. Nou, dat was heel zwaar voor ons. Wat ik toen heb gemerkt is dat je blijft communiceren. Dus je communicatie is heel belangrijk naar je crediteuren, naar je leden, naar iedereen toe. Positief blijven. Dus altijd als er crisis is, zijn er ook kansen. Dat moet je altijd blijven houden. Ik vind dat jij als leider ook altijd die mogelijkheden moet blijven zien. Dus ze kijken naar jou, hoe jij erin staat. Heel rustig blijven. Geen paniek. Echt niet. Hoe zwaar ik het ook heb. Maar ik raak niet in paniek. Als ik dat doe, dan kan ik het niet meer overzien. Nee. Ik wil alles onderbouwd zien. Dus als wij beslissingen maken, wil ik zien wat dat voor invloed heeft op het bedrijf. Dus vandaar, vanochtend moest iedereen zijn nieuwe budget inleveren. Dan gaan wij kijken, what if? Wat als we dit doen? Wat als we dat? En dan cashflow bijhouden. Dus je kunt niet alleen maar uit... wij zijn echt wel een groot bedrijf. Wij kunnen niet zo... Oh, ik denk dat we het zo moeten doen. Nee. Je pakt... Oké, deze keuze. Wat voor invloed heeft? Hoe lang kunnen we het dan volhouden? Dit. En dat is maar één ding. En dat is dat al mijn lieve mensen die bij ons werken... Dat die gewoon hun baan blijven behouden. En dat we blijven bestaan. En daarop moet je heel goed naar je leden kijken. Naar het bedrijf. En dan samen daarvoor staan. Ik denk ook dat de consumenten... Wat ik heel belangrijk vind voor consumenten is om nu te weten dat je het wel echt samen moet doen. Dat betekent niet dat wij, wij gaan gewoon door incasseren, we blijven alles behouden. Nee, maar we moeten het wel samen doen. Als iedereen nu abonnementen gaat opzeggen en alles neerzet, dan denk ik dat de economie zo'n zware klap krijgt. Ja. Ik denk dat het langer duurt dat we eruit komen dan dat we elkaar nu allemaal wat helpen. Ja, dus wij zijn nu alles aan het voorbereiden om een goede... komt mijn zoon binnen. En we zijn aan het voorbereiden om met een heel goed voorstel naar al onze leden toe te komen. Wat goed. Ja. En ik zag het al voorbij komen. Ik denk veel meer mensen ook... Je zei het net ook al even, die roof trainingen op de Zuidas. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat iedereen vanaf het balkon meedoet. Ja... Gaan jullie nog meer van dit soort initiatieven uitrollen op de Zuidas? Nou, er was er eigenlijk eentje voor afgelopen week. Zijn er nog twee gepland. Maar wij vonden het niet netjes. Naar aanleiding van de minister, zeg maar. Om te zeggen dat we daar met een groep op een dak zouden staan. Ja. Omdat echt werd opgezegd. Jullie mogen liever niet naar buiten. We hebben daar heel lang over getwijfeld. Want op zondag hadden wij natuurlijk die workout gedaan. In het zonnetje. Alle balkonnen stonden vol. En we kregen alleen berichtjes. Oh, ik vergeet een beetje dat het coronavirus is. En wat fijn dat jullie dit doen. Het was zo leuk. Het is echt zo leuk. Ja, alleen dan is het ook van... Hé, wat doen we als echte minister zegt... Alsjeblieft, doe het niet. En wij gaan toch naar buiten met een film en iemand. Toen hebben wij besloten om... en de zorg is zo hard aan het werk... om te redden wat... alle mensen te redden. Dachten we, hebben de beslissing gemaakt om het even... Pas op de plaats. Wie weet dat er dadelijk andere geluiden komen over 2 weken. Dat we in principe nog niet de sportschool binnen. Maar dat je wel langzaam weer naar buiten mag. Dan zullen wij het meteen oppakken. Want exclusief on tour. Ja, het is ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja. Heb jij nog een speciale boodschap voor de Zuidas? Ja, een speciale boodschap. Ja, dat ik het sowieso... Ik vind het echt een cadeautje dat wij daar al zitten als bedrijf. En de Zuidas is gewoon zo'n bijzondere plek. En ik word daar altijd heel blij van. En dan moeten we met z'n allen zijn... dat we daar gewoon elke dag mogen werken en mogen zijn. Want er zit zoveel energie. Het is zo'n aparte sfeer daar. Omdat het zo internationaal is. Het is bijna on-Nederlands, weet je al, daar. En mijn boodschap is... dat we allemaal heel erg trots mogen zijn. Dat we daar met z'n allen zijn. Dat we hier ook doorheen komen. Maar dat betekent wel elkaar helpen. Positief blijven. En toch met een grote smile weer terugkomen. Ik sport al jaren bij Club Sportief. Met heel veel plezier. En ik hoop dat jullie deuren weer heel snel open gaan. Zodat iedereen er weer fris en fruitig tegenaan kan. Zeker, dat hoop ik ook. Maar goed, als ik jou zo hoor, dan gaat dat echt wel gebeuren. Ja, nee, tuurlijk. We gaan dit gewoon, redden. En wij zijn er gewoon weer. Ja, geweldig. Dankjewel. Jij heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En succes. Ja, dankjewel. En iedereen op de Zuidas ook heel veel succes in deze moeilijke tijd. Lief dat je dat zegt. Oké, dankjewel.
Doeg! Doeg!